Alright, dames en heren. Vandaag wil ik het hebben over de piramide van Maslow. Misschien heb je deze wel in je studie gehad of ergens voorbij zien komen als je bezig bent met persoonlijke ontwikkeling. Ik wilde eigenlijk vertellen wat je nou aan dit model hebt als je bijvoorbeeld in een bedrijf werkt en je wil mensen aansturen, als je het voor jezelf wil gebruiken om te floreren. Wat heb je er nou precies aan en hoe degelijk is dat model dan ook eigenlijk? Nou, voor de mensen die er niet bekend mee zijn, de piramide van Maslow is een theorie die als je studie psychologie of bedrijfskunde doet, zal die sowieso voorbij komen. Het is het idee van een piramide waarin je een hiërarchie van behoeftes hebt. De hierarchy of needs of Maslow wordt die ook wel genoemd. Waar je helemaal beneden heb je de fysiologische behoeftes. Daarna heb je de safety needs, dan de love and belonging needs, de esteem needs. En aan het topje van de piramide heb je de self-actualization. Dat is een term die zo bekend is in de persoonlijke ontwikkeling wereld. En het idee is dat je eerst je lagere behoeftes gaat vervullen en dan naar je hogere gaat. Dus je begint met je fysiologische behoeftes, dat zijn bijvoorbeeld eten, slapen, water drinken, ademen. Het zou jammer zijn als het allemaal niet zou kunnen. En daarna ga je ze maar langzaam naar boven. Dus dan kom je bijvoorbeeld de safety needs tegen. En dat betekent dus dat je een dak boven je hoofd hebt. Dat je in de toekomst ook veilig bent en resources hebt. Dus dat je bijvoorbeeld een baan hebt, kan daarin belangrijk zijn. En verder heb je dan de love and belonging needs. Dat is dat je deel bent van een geheel. Dus dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je een partner hebt, dat je onderdeel bent van een gezin, van een community. En dat is dan ook nog een belangrijke behoefte voordat je naar de volgende kan gaan. En dat is de esteem. Nou, esteem komt eigenlijk neer op zelfvertrouwen. Dus hoe het lekker zit je in je vel wat betreft wat je waard bent. En dan kan die ook nog onderscheiden worden in, heb je het nodig van de buitenwereld? Dus laat je je vertellen door anderen dat je goed bent? Of zeg je eigenlijk van jezelf al, nee, ik weet dat ik goed ben, dus ik heb die approval niet per se nodig. Ik vind het belangrijk om te weten wat ik belangrijk vind en dat ik handel op wat ik belangrijk vind. En verwerf ik daardoor die esteem. Dan de allerlaatste en dus de bekendste en de meest ultieme, volgens het vijf behoeften model. Dat is de self-actualization. En dan gaat het erom dat dat je je volledige potentie behaalt. Ook in de dingen waar je niet meteen door hebt dat je goed in bent. Dus alle verborgen capaciteiten die je hebt, dat je die laat floreren. Dus een belangrijk stuk is zelfacceptatie om ook alle dingen van jezelf te kunnen zien. En dan aan jezelf blijven werken. En dan nog een tweede element is de absentie van mentale ziekte. Die zou je eigenlijk wel eens als tweede voorwaarde kunnen zien. Of je dus wel in die zelfactualisatie zit. Ik zie dat de zon de hele tijd veranderen. Ik zou bijna een zonbril op kunnen zetten, maar ik ga hem gewoon doorfilmen. Omdat ik best lekker bezig ben, denk ik. Dit is het model. Er zijn complexere versies van het model, maar dit is het model zoals je hem het meeste tegen zal komen. En nu het belangrijkste van wat moeten we hier nou mee? Want het is een heel populair model, dus je zou zeggen, nou, daar zit dan zeker wel wat in. Dat is wel, wel belangrijk. Ik ga zeker wel kijken hoe ik het kan gebruiken. Dan wil ik toch eerst eventjes, naast dat je het misschien voorbij hebt zien komen of van gehoord hebt, of dat het lijkt dat het een goed model is, wil ik eerst even op de kritiek van het model ingaan, voor we gaan kijken van wat je daar nou precies mee kan. En dat is dat dit geen model is wat een geheel geeft van alle mensen zoals ze zijn. Volgens dit model zou iedereen uiteindelijk streven naar die zelfactualisatie. En dat is gewoon niet zo. Er zijn ook mensen die gewoon minder goed erin zitten.
En ook een stuk minder mobiliteit hebben en die ook niet tot die zelfactualisatie komen. Of die behoeftes niet eens hebben. Dus het is een heel erg versimpeld beeld, een humanistisch beeld, waar, ja, een soort idealistisch beeld eigenlijk van hoe een mens is. En dat hij streeft naar het allermooiste wat er is. Het is een heel nobel streven, maar in de realiteit werkt het niet zo. Dus als jij bijvoorbeeld dit gaat gebruiken als manager, ja, dat werkt gewoon niet, want er zijn mensen die zitten een stuk minder complex in elkaar, die hebben een stuk veel meer minder hoge aspiraties. En als je dit model gaat hanteren, dan ga je wel dat op hun projecteren dat ze dat hebben. En dan is het veel belangrijker om te zien wat ze werkelijk zijn. Dus dat is zeker een fout. Dus te humanistisch, te sterk op iedereen is goed. Te idealistisch. Dan ook over een stuk over die hiërarchie. Dat is heel belangrijk. Dus je zou zeggen van, ja, nou, die hiërarchie-idee, dat is op zich wel een mooi idee. Want ja, dit is het als eerste belangrijk. Ik moet dus eerst eten en dan kan ik pas mijn dingetjes doen. In de praktijk is die hiërarchie veel minder sterk aanwezig dan wordt beoogd in dit model. Dus er wordt gezegd, eerst de laagste, dan eentje hoger enzovoort. Dat is niet zo. Dat is, meerdere onderzoeken hebben dit al verworpen. En die hebben eigenlijk aangetoond dat er zelfs in absentie van lage behoeftes er nog steeds een hoge behoefte kan spelen die ook de overhand neemt. Dus bijvoorbeeld in concentratiekampen, waar het dus totaal niet veilig was en je maar beter je aan de regels kon houden, waren er mensen die de regels braken, zodat ze bijvoorbeeld een instrument konden spelen of een potje schaak konden doen. En ja, dus die veiligheidsbehoefte werd eigenlijk overschaduwd door plezier maken en door iemand anders te zien. Dus in feite werkt het niet altijd zo. En onderzoeken die ook deze hiërarchie hebben proberen aan te tonen, die hebben dit eigenlijk niet kunnen vinden. Dus het idee dat er sprake is van een hiërarchie en een piramide, het is een heel mooi idee. Het is ook een pakkend idee en dat is denk ik ook waarom het zo populair is. Maar het klopt niet in zijn geheel. Dus als jij denkt, ik moet eerst dit doen, dan dat doen. Het kan zo zijn dat het voor jezelf werkt, maar als je gaat denken dat het voor andere mensen zo is, dan zou ik daar wel een vraagtekens bij zetten. De theorie is eigenlijk gebaseerd op interviews van meneer Maslow, Abraham Maslow. En hij heeft daarbij niet rigoureuze gestandardiseerde interviews gedaan. Hij heeft gewoon wat mensen geïnterviewd, vooral vrouwen, en dat vond hij interessanter. En vanuit daar zijn eigen theorie bedacht. En dat kan op zich wel. Je kan op zich gewoon theorie hebben en dat zo bedenken, maar er zijn geen statistische toetsen gedaan over dit model. En ook om te kijken om te bevestigen of er iets van klopt, dat is ook niet echt gebeurd. Dus er is wel enigszins wat verworpen, maar daar is al helemaal niks bevestigd. Dus je kan wel een theorie hebben en het kan wel leuk zijn en pakkend zijn en mooi zijn. En je stopt er in het piramidetje waardoor mensen het ook bijna niet meer uit hun hoofd kunnen krijgen als ze het een keer gezien hebben. Maar dat betekent niet dat het waar is. Dat betekent ook niet dat er bewijs voor is dat het zo is. Ik snap ook wel dat het pakkend is, want het is wel in het Westen natuurlijk redelijk individualistisch. Het begint steeds minder en minder te worden, maar over het algemeen nog steeds individualistisch. Deze theorie zegt wel, geeft een heel duidelijke roadmap voor hoe je van onvervulde behoeftes naar vervulde behoeftes kan komen. En het categoriseert ze ook goed, maar nogmaals, het is geen goede theorie om mee aan het werk te gaan. Dus als je er toch iets mee zou willen doen, probeer vooral te herkennen wat je eigen behoeftes zijn. Dus zie wat jouw behoeftes zijn en kijk dan of dat klopt met dit model en toets het dan voor jezelf. Maar probeer het eerder te falsificeren dan te bevestigen. Want het is over het algemeen altijd gefalsificeerd. Dus in die zin kan je ook daarin voor jezelf toetsen. Het is beter om te falsificeren, want als je het gaat bevestigen, zoek en zeg, gij zult vinden, dan krijg je een confirmation bias.
En dat wil je dus ook niet hebben. Dus je kan het beter proberen te falsificeren. En ja, helaas, dit is geen goede theorie om je behoeftes te, te categoriseren of er een roadmap te maken voor hoe ze zeg maar geclassificeerd zijn. Dus wat ik wel ga doen, dit is een van de video's die ik ga doen over behoeftetheorieën. Er komen sowieso nog twee aan. En die geven al een stuk beter weer hoe je, hoe je het kan categoriseren met veel meer onderbouwde, een stuk onderbouwde theorieën en ook meer bewijs, empirisch bewijs dat de theorie ook deugt. Dus stay tuned for that. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en dat je meer inzicht hebt over wat er nou waar is van die theorie. En ook misschien begrijpt waarom die theorie wel vaak gebruikt is.